Mijn naam is Edo Verwij, ik ben Managing Director bij de Trips Groep. Movitas is ontworpen eigenlijk voor iedereen, maar met name voor inzet in binnenstedelijk gebied. Deze bus is er eigenlijk om een aantal problemen op te lossen waar we momenteel mee te maken krijgen als samenleving. De problemen van de toekomst zijn verstedelijking, de steden worden voller. Maar we zitten nog met een tweede punt, ze moeten ook leefbaar worden gehouden. Allemaal worstelen ze met de vraag om de CO2 omlaag te brengen. Dat is niet alleen hier in Nederland en Amsterdam, maar dat geldt in elke stad. Of het nou Stockholm is, of het is Parijs, of het is Londen. De steden hebben allemaal hetzelfde probleem. Wij willen daar graag een bijdrage leveren door mobiliteit te bieden wat dieper in de stad kan. Nou, de Movitas is natuurlijk een unieke bus. Hij is klein, hij is wendbaar, hij heeft vierwielbesturing en kan dieper in de stad gaan. Zeker ook in de oude binnensteden waar de grotere traditionele bussen gewoon niet kunnen komen. Een uniek stukje innovatie. We hebben namelijk stoelverwarming voor de passagiers. Het is eigenlijk heel vanzelfsprekend in elke personenauto, ook in jouw personenauto. Maar in de bus is dat eigenlijk best wel uniek. De traditionele bussenbouwers houden zich nog steeds van aan dieselverwarming of convectorverwarming, waarbij veel warmte verloren gaat in de ruimte van de bus. Maar wij kunnen dat beter doen en zuiniger doen door stoelverwarming aan te bieden en ook op het moment pas aan te zetten als je erop gaat zitten. En dat geeft juist een heel comfortabel gevoel omdat je warmte hebt direct op je lichaam. We hebben gekozen voor USB-aansluitingen in de bussen voor passagiers. Lijkt me tegenwoordig heel vanzelfsprekend dat als je met een lege telefoon zit, of bijna leeg, dat je hem eigenlijk overal kan opladen. En dat betekent dus ook in de bus.